Heb je zin in de toekomst? Ik heb zeker zin in de toekomst. Of je zin hebt of niet, het gaat gebeuren. Denk je maar moet openstaan voor alles wat je te wachten staat. Ik denk dat Nederland heel erg bang is voor alles wat er in de wereld gebeurt. De ene keer zijn we met z'n allen heel blij, leuk en aardig. En de andere keer zijn we met z'n allen boos, verdrietig. Ik vind gewoon dat er te moeilijk wordt gedaan over een heleboel dingen. Ja, boos, wat maakt mij boos? Ik word boos van mensen die boos worden op andere mensen omdat ze anders zijn. Okay. Gewoon mensen die met elkaar kunnen leven. Niet meer of minder, maar gewoon gelijk. Dat zou ik wel vet vinden, dat je gewoon met iedereen op kan schieten. Dat iedereen gewoon vrij is om te kiezen. En hoe kunnen we met z'n allen zorgen dat het nog beter gaat? Dat we wat respectvoller met elkaar omgaan. Ik zie dat veel ouderen in zo'n tehuisje worden gestopt en zo, maar ik vind dat niet nodig. Een beetje aandacht geven. Even voorlezen of even bij iemand zitten. Het onderwijs moet veel meer toegespitst zijn op de leerling, dus op ons, zeg maar. Nederland heeft heel veel mediatalent. Ja, daar kunnen we iets heel groots mee doen. En daarom zijn dingen zoals de vrije media en zo gewoon echt superbelangrijk. Ga dingen doen die je leuk vindt. En werk is maar werk. En de vrouwelijke premier, die komt er sowieso. Het ideale Nederland. Iedereen wordt gewoon hetzelfde behandeld. De toekomstdroom is om goede acteur te worden, misschien naar het buitenland later. Ik wil echt zo net als echte Nederlands worden. Ik voel me ook heel chill in Nederland. Ik hoop dat ik later ook als een Peter of Jan kan spelen. Dat hoop ik. Doe gewoon relaxed. Maak je niet druk. Grillkast eten. Het is meer Netflix kijken of zo. Ik denk dat we ook niet zo moeten lopen zeiken. Het komt echt wel goed met deze wereld.